President Maduro van Venezuela laat hulpgoederen toe in zijn land. Het gaat om 300 ton uit Rusland, een van de landen die hem steunen. Tot nu toe weigert hij hulp uit de Verenigde Staten. Die willen dat Maduro vertrekt. Venezuela zit in een economische en humanitaire crisis. Amerikanen hebben Curaçao gevraagd om logistieke hulp bij het verdelen van goederen. Het eiland ligt vlak voor de kust van Venezuela. De meningen over wel of niet helpen zijn daar verdeeld. Venezolanen op het eiland bedanken Curaçao voor de humanitaire steun die het wil bieden aan hun land. 300 van hen kwamen af op een manifestatie en zelfs de bekendste tv-host van Venezuela en Zuid-Amerika, Maite Delgado, is erbij. Thank you so much, Curaçao, for your support. Venezuela en este momento está atravesando problemas y necesita territorios que nos abracen. Toch is niet iedereen blij met de betrokkenheid van Curaçao bij de hulpverlening. Cuba heeft gezegd dat hij bereid is Venezuela te gaan helpen. En ook Rusland. Dus het kan een hele moeilijke gevolg hebben. Dus we moeten een heel voorzichtige houding nemen. Een grimmige betoging vanochtend in de straten van Willemstad. De vakbonden waarschuwen de regering om Curaçao niet te betrekken bij de problemen in Venezuela. Maar hoe kunnen ze dan hulp geven? Als Maduro gek wordt en die gooit een bom hier naartoe, is Nederland dan op dat moment aanwezig? Of moeten ze daar naar komen? Hey, er viel een bom op Curaçao, komen jullie snel? Veel Venezolanen zijn blij dat Curaçao eindelijk een rol wil spelen in de hulpverlening richting hun land. Maar veel Curaçaoenaars zijn dat niet. Die zijn bang om meegezogen te worden in een eventueel militair conflict. En men wantrouwt Nederland. Een jaar lang heeft Nederland gezegd dat Curaçao zijn eigen boontjes moet doppen. En als het nu misgaat, komt Nederland dan wel te hulp?